iemand vastbinden. We zijn hier in de wijk, de Hoek. De hele buurt is wel bijgekomen, dat vind ik leuk. Je zit een nachtbraker. Kijk, de buren zijn er ook. Ben je een beetje bang? Ja, heel erg, maar jullie moeten meedoen. Goedemiddag mensen en welkom bij alweer de allerlaatste aflevering van dit seizoen van Nachtbrakers. Yes, en het wordt super spannend, want het staat op dit moment 3-3. Ja, het kan nog alle kanten op zo. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het één kant op kan gaan en dat is dat ik ga winnen. Maar goed, dat betekent nog een laatste gast. Ja, en het is een topdame. Ze is een carrière-tijger, ze is ambitieus. Ze is ook nog eens vlogster. Ja, en de eerste vlogster met Marokkaanse achtergrond, van Marokkaanse komaf. Ze heeft een dikke Mercedes, heb ik laatst gezien. Luister, het gaat niet om wat ze heeft, het gaat om wat ze doet. Goed. Dames en heren, niemand minder dan Selma Omari! Ik wil 4 of 5 kinderen, dat zou ik echt heel leuk vinden. Maar ik wil jullie dus laten zien welke shampoo en conditioner ik nu gebruik voor mijn haar. Maar ik ga ze die overhalen om morgen in eten. Ik ben wakker geworden in Tokio, dat is zo'n gek gevoel. Lieve Selma, ik heb echt het allerleukste idee bedacht. Iedereen die jouw vlogs kijkt en die jou kent, weet natuurlijk dat je super gek bent op patatjes. En wat ik voor jou heb bedacht, is dat we jou mee gaan nemen naar een patatzaak in Rotterdam. En dat we je eigen frietje gaan maken. Iedereen vindt frietjes natuurlijk lekker, maar niet iedereen kan zeggen dat ze hun eigen patatje hebben. Eigen vorm, eigen, weet je wel, lengte, dikte, aardappel en alles. Dus dat gaan we doen. Ik hoop dat je mij kiest. Ik heb gehoord via via dat Selma angst heeft. En dat is een angst voor hoogte. Dus wat gaan wij doen deze nacht? We gaan naar een plek toe in Rotterdam en we gaan springen van een hele hoge ding. Ik weet niet wat het is, maar het is hoog. Het is wel veilig, maar het is fucking hoog. Sowieso. Ga je iemand vastbinden? Nee, dit is voor mijn opdracht. Ziet er niet zo heel gezellig uit. Nee, patat gaat winnen dit seizoen. Ik weet zeker dat zij hier de nest uit komt. Ik weet het 100% zeker. Nou, succes. We gaan het zien. Au. Goed jongens, we zijn hier in de wijk, de Hoed. En we hebben afgesproken met de manager van Selma. Ja, en zij gaat ervoor zorgen dat Selma dus straks uit haar nest komt. Althans, dat hopen we. Hi, wij maken veel lawaai. Hoi, ja. Nessie, aangenaam. Hey, Sophie. Goed jongens, dit is de manager van Selma. Hoi. Ja, en zij gaat ons helpen Selma uit bed te krijgen. Gaat het lukken, denk je? Ik denk het wel. Is ze een beetje een nachtmens? Dus een ochtendmens, for sure, maar of ze een nachtmens is. Als jij ons dan straks even gaat helpen haar uit bed te krijgen en naar beneden halen, moet je even zeggen, beneden staat er een leuke verrassing. Ja, een leuke. Ja, maar goed, dit is natuurlijk fenomenaal. Ik zou hier ook voor wakker willen worden, toch? Zeker. Goore patat. Moet je happy? Nee, dankjewel. En dit is precies wat Selma ook gaat zeggen, jongens. Let's go. Wakker worden. Schaam je voor ons? Oké, jij gaat nu naar boven. Ja. Klaar voor? Wij zijn er klaar voor. Wij zijn er klaar voor, ja. Ben jij er klaar voor? Tot zo. Succes, succes. De hele buurt is wel bijgekomen, dat vind ik leuk. Even kijken of ze allemaal dat leuk gaan vinden. Horus! Horus! De buurt, Nevo. Denk je dat ze het leuk gaat vinden dat we hier zijn? Met mijn idee wel. Patat, ik bedoel koude patat. Ja, maar deze patat is nu koud, maar straks gaan we iets doen met warme frietjes. Ja, maar het is niet uitnodigend. Ja. Want zijn nou de buur? Sorry, buurvrouw. Hallo. Ja jongens, het is een hele gezellige buurt hoor, je ziet het. Je zit in Nachtbrakers en de buren zijn er ook. Je zit in Nachtbrakers! Yes. Kijk, de buren zijn er ook! Hey. Leuk hè? Hey. Ja jongens, 6 miljoen gewonnen! Hey, Nessie, hi. We hebben je niet zomaar wakker gemaakt. Ja. We hebben je wakker gemaakt om iets leuks te gaan doen. Althans, als je met mij meedoet. Moet ik die dingen? Wij hebben allebei iets bedacht voor jou. Volgens mij is ze niet zo enthousiast. We gaan bij de ANWB werken, is toch leuk? Mijn idee is wel heel erg leuk. Ik ben benieuwd of je het leuk vindt. Ik weet dat jij heel erg van patatjes houdt. Ga je nu al pitchen? Ja! Hallo, ik moet nog de tijd bijhouden, man. Doe eens rustig, man. Hey. Wat denk je nou? Ga je nou? Oh my god. Nou, kijk, zie je dit? Ja, die ga ik niet meer in. Oké, Selma, je hebt je schoenen aan. Wij gaan beginnen. We hebben allebei een super tof idee voor je bedacht.
Ben je klaar voor? Ik wil als eerst vertellen. Ja, dat mag. Geen probleem. En de tijd gaat nu in. Oké, ik heb een superleuk idee bedacht. Iedereen, en ook ik, weet dat jij gek bent op patatjes. Je bent echt een liefhebber. Het hoort bij jou. You love it. Mm-hmm. Ja, ze zitten al op de watertanden. Deze mag je niet eten. Maar wat ik wel voor jou deze bedacht heb... Deze wil je niet heb... eten. Sorry, sorry. Sorry. Wat ik voor jou bedacht heb, is dat we samen naar een patatzaak gaan in Rotterdam. En jouw eigen Selma friet gaan maken. Dus je mag alles zelf bedenken. Jij bent de baas. That's it. Nou zo, binnen de tijd. Nou, lekker. Dankjewel. Oké, eerst maar hier. Nu is dat mij, jongen. 3, 2, 1. Oké, Selma. We hebben begrepen, jij hebt angst van hoogtevrees, toch? Dus wij gaan vanavond springen van iets heel hoog, maar wel veilig. Met touw en alles op en eraan. Dat kan ik zo niet houden. Nee joh, we hebben meer touw. Nou, mij ook niet, dus dat scheelt. Maar wel, het is wel echt leuk. Ja, maar waar vanaf dan? Hoog. Je bent al lang door de tijd heen. Hou je bek, hou je bek! Ik hou echt van friet. Dus dat is echt zo'n een hele veilige keuze. Maar je denkt, ik ga toch? Ja, dat weet ik niet zo zeker. Om heel eerlijk te zijn. Angst. Ik ben echt... Ik vrees hiervoor. Snap ik. En echt, het lijkt ook niet alsof dit mij gaat houden. Daar wil ik geen oordeel over geven, maar... Maar we kunnen ook frietjes eten, gewoon chillen, toch? Lekker. Maar dat joh. Vind ik dan weer zo'n veilige keuze. Als je wilt bewijzen dat je sterk bent, dat je... Hè? Ja. Rachel! Echt! Oké. Dan... Ja, dan ga ik voor Nessie's idee. Well, I better go home. Ja! Oh my god. Oh nee, dat is hem niet. Lekker grap. Volgens mij betekent het ook dat ik het programma heb gewonnen, toch? Ja, toch? Gelukkig gaat het deze aflevering. Ja, toch? Gelukkig. Ruin dan de vol! Maar het gaat deze aflevering om Selma, niet om jou. Dus oh, ja, dat is waar. Stop maar eventjes. Ben je een beetje bang? Ja, heel erg. Maar jullie moeten meedoen. Ik ga wel kijken. Nee. Hoe het gaat gebeuren. Nee. Ik weet het ook nog. Ik heb ook een beetje angst voor hoogte, jongens. Kom op. Hé, hey, hallo. Oké, we gaan dus zo meteen onderweg om jouw grootste angst te overwinnen. Maar dat kan natuurlijk niet zonder dat je een nachtbrakerspyjama aan hebt. Dat is traditie. Moet. Weet je, Nes telt even af. Zo makkelijk gaat dat. Dan neem je hem gelijk aan. Ja. Ben je klaar voor? Ja. 1, 2, 3. Nou. Wat ben je mooi. Wat een outfit. Ja? He? Ik match nu meer met jullie. Zeker. Lelijk bedoelt ze dus. Jullie zagen er lelijk uit, dus nu ik ook. Goed. Zie je, je moet het ook een beetje downplayen, anders valt het ervoor op. Maar we gaan wel iets leuks doen, jongens. Selma, ben je er klaar voor? Ik denk het wel. Ik zou deze in ieder geval goed vasthouden als ik jou had. Let's go, jongens. Wil jij nou de gesigneerde nachtbrekerspyjama van Selma winnen? Dat kan. Wat je moet doen, hier beneden even kijken. Je hoort het. Zeg, Wairo, zeg. Hey, Giovanno. Hi, Selma. Nou, ik zie hier een heel parcours staan. Het is ook aardig, hoor. Vertel, wat gaan we doen? Ja, jullie krijgen zo meteen jullie spullen aan. En wat de bedoeling is, dat jullie vanaf de hoogste platform, 20 meter, naar beneden gaan springen. Ja, dus Stel dat Selma. Ja, jullie gaan alle drie als goed. Dus zometeen vanaf naar boven, 20 meter, ga je naar beneden springen. Maar wacht even, want ik zie ook andere opties. Het klinkt heel heftig, zeg maar. Leg even uit, het is wel met... Nou, niet precies. Jullie krijgen gewoon een eigen harnas. En vervolgens gaan jullie aan twee haken gaan jullie vast. Dus jullie springen naar beneden, jullie worden gewoon afgeremd en dan komen jullie beneden veilig aan. Ja. Dus het is eigenlijk allemaal niet zo eng. Ja. Dus alles behalve eng. Maar mensen zien het niet. Zoals wij, dit vinden jullie niet eng. Nee, maar een beetje aan het stotteren, vrienden. Ja, dat gaat echt niet. Of startprobleem. Nee, maar het lijkt een beetje gewoon op een speeltuin. Nou, ik vind dit een speeltuin voor gestoorde mensen. Hé, hey, Giovanno, geef ons die kringen aan en dan kunnen we naar boven. Ja, gaan we doen. Deze man weet wel waar hij mee bezig is, hoor. Zeg, Giovanno. Doe het altijd veilig, Giovanno. Voor mij wel. Altijd. Hé, hey, ben je zenuwachtig zo? Ja, maar ik ga gewoon voor het idee met jullie naar boven. Ja, echt. Nou, alsof het allemaal niet erger kan, hebben we ook nog een helmpje. Waarom heb jij dit en zo, walkie-talkie en zo? Wat is dit allemaal? Moeten wij dat niet hebben? Ja, maar die walkie-talkie heeft hij om met het hoofdkwartier te verbinden als hij een lijk moet begraven omdat er iemand uitgesprongen is. Precies. Let's go! Ik wil niet te veel mijn angst laten zien omdat het vrouwen zijn. Je weet toch, ik moet een beetje man zijn, maar... Ik ben wel stiekem best wel bang. Hey Selma, vind je dit al hoog? Ja, ik keek net, maar ik zag niks. Giovanno Mountain Boy. Safety first, man. Hey, begin wel hoog te worden, maar ik zeg je eerlijk, man. Ja, jongens, dit ga ik echt niet doen, hoor. Bro, dit is wel lijp, man, bro. Springen van hier, what the fuck, man. Je wil echt de best ik ga dit echt niet doen, jongens. Zo, gelijk leg day gedaan. Godverdomme. Alright, we zijn op de 5e verdieping, dus de hoogste verdieping. Hier gaat het gebeuren. Je loopt zometeen, mag je daar... Ga ik even vastmaken. Gaan we deze aan jou vastmaken. Twee andere touwen aan jou vastmaken.
En dan mag je dus vanaf 20 meter naar beneden springen. Ik luister niet eens naar wat je zegt. Nee, hè? Zullen we gewoon gaan doen dan? Nee, ik ga sowieso niet. Oh, jullie zijn ziek. Ik ga dit echt niet doen hoor. En denk als Nesim gewoon als eerste gaat. Ja. Ga alsjeblieft kijken. Als jullie gaan, ga ik ook. Ik zweer, beloof gewoon. Ga alsjeblieft kijken. Ja, ik vind prima. Ja, dit is wel echt tegen de natuur. Sorry hoor, maar jullie zijn echt... Ik moet jullie zeggen, jullie hebben nog een voordeel. Het is nu donker, dus oftewel je ziet de grond zien niet eens heel goed. Oh, dus, ja joh. Dan, kom maar joh. Hey. Ik ga als eerste. Oké, en dan jij, dan ik. Nee. Want, ja, maar anders... Nee, maar het is haar feestje. Ja, zij dus is jij bang, eerst. Ik ben ja, maar bang, dan kan ze nog mee zeggen als ik ben. Ja, maar jij geweest. Bent ook bang. Jij durft. Nou... Ik vind dat jij als eerst moet. Ik dan steen, papier, schaar. Steen, ja, toch! Oké, nu is het zo. Maar niet voor net! Oké. Okay. Yes! Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Oh, shit! So it's gotta be me. Ik moet echt poepen, man. Dus je mag zo meteen alleen het paars gedeelte met twee handen vastpakken. Als ik ga springen, hou ik het vast. Ja, precies. Ga niet verder naar boven. Dus alleen het paars vasthouden. Want dit is natuurlijk de vrije val. Als je hier vasthoudt en dan loslaat, dan valt je dit alsnog. Gewoon een paars vasthouden, dan kan er niks gebeuren. Hij praat snel wanneer het over veiligheid gaat, bro. Praat rustig. We zijn bang. Het belangrijkste informatie is gewoon alleen het paars vasthouden. Voor de rest hoef je niks te doen. Ga het randje toe lopen en dan mag je gewoon naar voren stappen. Oh my god. Hij heeft niet eens gecontroleerd dat hij vast zit. Kan ik al? Zeker. Oh mijn god. Sorry, het spijt me echt heel erg, maar ik vind het echt... Nee, ik sorry. Wat je kan proberen, je kan even op het randje zitten. En dan kan je ook zitten er vanaf. Ik was te stoer. Ik durf het echt niet. Er gaat even alles mee. En die zegt 1 seconde. Netjes, heel goed. Oh mijn god. Je valt echt letterlijk 1 seconde. Dus jij het echt doen? Ja, serieus. Ben jij ook nog bang? Of ja. Ja? Maar ik wil ook weer een waaghal zijn. Ja toch? Gewoon laten zien. Ik ga gewoon. Lekker man, goed zo man. Super. Oh, ik durf niet hoor. Dit is jouw moment. Oh my god, ik durf dit echt niet. Selma, hè? Waaghals. Je zei het wel. Selma, je kan het. Ja, ik ga ook echt. Wacht, gewoon even. Oh my god. Oh, ik weet niet of ik dit durf hoor. Oh nee, ik kan echt niet. Nee, ik durf dit echt niet. Ik durf dit niet. Je zag het, dat was zo voorbij hè? Ja, maar ik durf echt niet. Ik durf echt niet man, ik zeg je eerlijk. Je bent hier om van je hoogtevrees af te komen hè. Als je gaat zitten, lukt het ook. Nee man, ik weet niet. Oh my god, nee wacht. Ik durf echt niet jongens. Ik zweer het, ik heb het idee dat ik dood ga. 1. Zet jezelf eroverheen, kom op. Ja, 1. 2, 3. Baby! You did it! Oh, lieverd! Hoe was het? Ben je trots op jezelf? Het was kapot eng. Je bent er! Het was eng, hè? Ja, het was wel echt maar eng. Maar hoe lang was het eng? 1 seconde? Ja. You own it. Kom hier, ga maar brassen. Oh, my god. Oh, ik ben trots op jou. Iedereen is trots op jou. Kijk, ik ben wel blij dat ik het heb gedaan. Ja! Nesim, jij moet, hè? Hallo? Oh, god, alsjeblieft. Oh, ik hoop echt dat hij gaat janken. Ik moet echt poepen, mandje. Niet normaal. Oh my god, Nesim, je bent nog meer pussy dan Selma. Selma, en laat dan, het boeit me geen shit. Geen shit. Ja? Dat gaat om mijn leven. Voel je pissen hier druppelen, man. Je pissen in je broek. 1, 2. Oh, wacht. Niet tellen, man. Alsjeblieft niet tellen. 3, 2, 1. Ga je. Ah! Oh, man. Oh, mijn hart. Oh, mijn hart. Dat was wel een beetje eng, eerlijk. Oh, mijn god. Hoe voel je je? Het gaat weer. Hé, oh, hey, Mattie, doe rustig, mijn ding is nog niet los. Okay. Hoe voel jij je? Wallah, mijn benen zijn nog steeds. Cool, ik zit echt zo gewoon in mijn been. Guys, ik ben echt trots op ons. Selma, ik ben helemaal trots op jou. Ik had je hoog zitten, maar ik had niet verwacht dat je het zou doen. Dus echt klasse. Dankjewel. Vond je het leuk? Ja, ik vond het echt leuk. Ik wou bijna niet gaan toen ik daar alleen met jou was. Toen jullie zagen, wou ik ook niet gaan, maar goed. En toen dacht ik, ga gewoon. Netjes. Echt. Ik vind dat we knallend hebben afgesloten voor deze allerlaatste aflevering van dit seizoen. Vind ik ook. En vonden jullie het nou leuk? Like, abonneer, laat een leuke reactie achter. En ja. Tot we leven, hè? Goed hè jongens? Lekker man. Bye. Doei.